Goedemorgen en welkom in Eindhoven. Vanaf hier ga ik de grens over naar België toe, naar Brussel. En dat doe ik misschien niet via de meest voor de hand liggende route. Ik ga namelijk vanaf Eindhoven per bus naar het Belgische Lommel toe. Hoe dat zit, dat ga je zien. In Eindhoven stap je op buslijn 318 naar Luiksgestel, dat is een Bravo directbus. Comfortabele bussen zijn dat, goede stoelen. Aan de linkerkant kun je zelfs de stoelen een stukje naar achteren zetten als je wil. De route was nog best wel leuk eigenlijk. Ik ben nooit zo heel erg gecharmeerd van Brabant, maar ik vond dit best wel leuk. Leuke dorpjes, leuke gebouwen onderweg. Inmiddels ben ik aangekomen in Luiksgestel op de halte Molenstraat. Hier kun je overstappen op buurtbuslijn 272. Die buurtbus die brengt je naar het Belgische station van Lommel. Nou, deze hele reis kun je met je OV-chipkaart maken, dus met een studenten-OV kun je gewoon gratis op deze manier naar België toe. De buurtbus die rijdt ongeveer eens per uur tussen 9 uur 's ochtends en ergens in de middag. Niet heel vaak, plan je reis dus eventjes vooraf voordat je deze reis gaat maken. Maar het is wel een handige manier om richting België te komen. Dankjewel. Aangekomen in het Belgische Lommel met de buurtbus. Hier kun je dus gewoon uitchecken met je OV-chipkaart. Kost je verder niks als je een Nederlands abonnement hebt. En als je op saldo reist, dan kost het je gewoon het Nederlandse saldotarief. Hier kun je dus overstappen op treinen in de richting van Antwerpen. En je kunt dus ook overstappen in de richting van Brussel. Dat ga ik doen. Ik heb een kaartje gekocht. Ik ga vandaag richting Dinant. Dat kan met een Youth Ticket. GoPass heet dat vroeger. €6,60 kost dat van elk Belgisch station naar elk ander Belgisch station. Het enige nadeel is dat vanaf hier richting Dinant de reis via Brussel Noord reist. Dan mag ik niet via Brussel Centraal. Dus ik heb nog een extra supplementkaartje gekocht. Zodat ik ook in de zon naar Brussel kan reizen. Die kost nog €2,50. Al met al niet al te duur in België als je een jongere bent. Als je volwassenen bent, betaal je het normale tarief. Dat verschilt, net als in Nederland. Daar zijn ook verder, dat is een beetje onhandig in België. Er zijn niet echt dagkaarten beschikbaar. Dus als je echt wil reizen, een dag door België wil reizen of zo, dan zul je toch moeten uitwijken of naar een Interrailpas of naar allemaal losse kaartjes. Wat trouwens ook nog wel het benoemen waard is. Er zijn plannen om deze spoorlijn door te trekken van Hamond naar Weert. Is een klein stukje, het grootste deel van het spoor ligt daar al. Er moeten alleen nog allemaal toelatingen en veiligheidsdingen rondom Weert gedaan worden. Die plannen die zijn er. Ik hoop dat het wordt doorgetrokken, want dat zou echt een stuk schelen. Ook een stuk makkelijker in het gehele netwerk. Maar goed, we gaan dat allemaal zien. Vul dadelijk aan, spoor 1. Deze trein stopt in Mol, Geel, Olen, Herentals, Lier, Antwerpen, Berchem en Antwerpen Centraal. De eerste klasplaatsen bevinden zich in het vijfde rijtuig. Richting Antwerpen Centraal met de haltes De Geel, Olen, Herentals, Lier, Antwerpen Berchem en Antwerpen Centraal. Eindbestemming. Eerste halte nu station Mol. Beste reizigers, gelieve de mondmaskers dragen in de stations, op de perrons en in de treinen. Ik dank u voor uw medewerking. Eerste halte station Mol. Antwerpen Centraal, de eerste klas.
in Liers overgestapt op deze inmiddels al vrij antieke M4-rijtuigen. Deze buigen bij Lint af en komen dan op de hoofdlijn via Mechelen naar Brussel. Station Brussel-Noord, dit is het noordelijkste station van de drie hoofdstations in Brussel eigenlijk. Vanaf hier gaan we met de trein op het drukste stukje spoor in België. Dat is de corridor tussen Brussel-Noord en Brussel-Zuid via Brussel Centraal. Als je dus een kaartje hebt van Antwerpen bijvoorbeeld richting Dinant, wat ik heb, dan moet je officieel hier overstappen omdat je kaartje niet geldig is naar Brussel Centraal. Nou, mijn overstap was best wel lang. Ik heb een extra kaartje van €2,50 bijgekocht voor de zone Brussel. Dan heb je gewoon een kaartje in elk station in Brussel en dan mag je ook door die kant op. Maar zorg er dan dus wel voor dat je dat extra supplement koopt. En ongeveer 3,5 uur later sta je hier in Brussel, midden in het hartje van de hoofdstad van België. Het is niet de meest logische route om te reizen, maar het is wel een goedkope route en het is ook nog best wel eens leuk om te doen. Zie je een ander deel van België. Ik ga vanaf hier nog een wandeling maken naar een ander station in Brussel, maar ik moet wel opschieten, anders mis ik straks mijn trein. Aangekomen op Brussel-Luxemburg, bijzonder station hier in Brussel, want het ligt onder het Europees Parlement, dat ligt hier. Het station dat vind je hier aan deze kant. Ik heb een stukje gelopen vanaf Centraal, dat is ongeveer 22 minuten lopen, maar het begon halverwege een beetje te regenen, dus ik heb de bus gepakt. Lijn 38, die rijdt tussen Centraal en Brussel-Luxemburg, dus die kun je ook pakken. Dan kom je dus hier uit bij het Europees Parlement. Tot zover deze video ook, over de grens over via Lommel. Ik vond het een leuke route. Niet de meest alledaagse route, maar ik hoop dat je misschien heeft geïnspireerd om wat vaker richting België te gaan. De volgende video die gaat van Dinant richting Nederland, de grens over, via de Nederlandse ICR-rijtuigen. Maar daartussendoor komt eerst nog een andere video, namelijk de Nightjet van Nederland richting Oostenrijk. Ik ga binnenkort met die trein mee. Die video die komt eerst en de video de grens over die komt daarna ergens in de komende weken. Ik blijf voorlopig op woensdag uploaden, dus zorg ervoor dat je op dit kanaal abonneert. Dan blijf je op de hoogte van alle laatste video's. Bedankt voor het kijken van deze video. Laat ook een leuke comment achter. En ik zie je de volgende keer weer.